spreken met Rut van den Boogaard. Hij is de organisator van de modeltreinenbeurs hier in Wijchen. Die 2 keer per jaar gehouden wordt. Dit is de 2e keer dit jaar. En hoe vaak of hoe lang doen jullie dit al? We zijn in het begin jaren 90 en hebben het tot 2000 gedaan. Toen een uitstapje geweest naar Nijmegen. En ik ben nu vanaf 2006 weer hier terug. En dat is al 2 keer per jaar. Oké, ja, vaak heeft het een beetje het imago, laten we even oneerbiedig zeggen, een beetje suf imago, allemaal mannen met treintjes. Maar dat is helemaal niet zo, toch? Nee, want als je nu in het tegenwoordig kijkt, heel veel digitaal gereden wordt. En kinderen vinden dat ook hartstikke leuk. En die digitale startsets van Märklin en van Fleischmann bijvoorbeeld, die worden echt door de jeugd aangeschaft. Dus, maar het is nu al zover. Märklin heeft nu een systeem uitgebracht van de week. Het is van de week pas uitgeleverd. Dat je met je mobiele telefoon dadelijk via een app gewoon jouw treinbaan aan kan sturen. Hoef je niet eens thuis te wezen. Dus zover gaat het al. Dus. Ja. Ja, want van de week of gisteren was het geloof ik zelfs op het journaal dat er een grote treinenbeurs ook was in Utrecht. In ja. De, hè? Dat is een jaarlijkse beurs, ja. En daar komen toch ook wel met jonge mensen op af, of niet? Ja. Ja, ook heel veel kinderen, echt heel veel gezinnen die daar naartoe gaan. En, ja. Wat maakt het aantrekkelijk voor jonge mensen nu? Dat het digitaal is? Ja, maar ja, ook nog steeds het imago van speelgoed natuurlijk. Hè? Ja. En als je van jongs af aan opgroeit met... Ja, vroeger kreeg ieder jongen een trein. En nu is het van, ja, nu worden er meer keuzes gemaakt. Maar toch begint het al met Playmobil en met Brio en dat soort Lego-treinen natuurlijk. Dan raken die kinderen toch wel geïnteresseerd. Deze beurs is ook vooral voor verkoop? Ja, eigenlijk alles. Het is we laten wat dingen zien. We hebben daar 2 demonstraties. 2 heren zitten die wat dingen maken. We hebben een modulebaan waarin een trein rondrijdt. Zodat die kinderen ook wat te zien hebben. En verder is het verkoop. Maar ook mensen die de spullen allemaal op zolder hebben liggen en er niks mee doen. Of het is van een oom of van een opa. Ja, kom maar hierheen. Je kunt het hier slijten. Hier kun je het verkopen aan de standhouders. Ja, maar er komt heel veel bij kijken. Het is niet alleen de trein en de spoorbaan, maar ook alle benodigdheden eromheen. Hè? Huisjes, boompjes. Ja. Ja, nou ja, en ook daar is van genoeg van aanwezig hier op de beurs. Je kunt alle attributen die je erbij nodig hebt, die zijn allemaal aan te schaffen. Dus. Is het echt een mannending? Ja, maar het valt me wel op dat en al die jaren draai ik die beurzen, niet alleen deze, maar ik ga zelf ook als standhouder naar andere beurzen. Dat er toch ook heel veel vrouwen met een man meegaan. En sommigen zijn echt ook wel heel geïnteresseerd hoor. En die vinden dat mooi en dat niet. En die hebben er wel een stem in. Dus het heeft zeker nog wel een toekomst? Ja, absoluut. Ja, en je hebt toch altijd nog een hele grote groep die er echt mee rijdt. Maar je hebt ook nog een hele grote groep die willen per se alles hebben. Dat zijn verzamelaars, die hebben vitrinekasten vol. Alles wat er opnieuw uitgebracht wordt, willen ze hebben. Ze moeten het per se hebben. Er wordt ook nog wel heel veel uitgebracht, hè? Ja. Of niet? Ja, Märklin is, Märklin brengt nog heel veel uit. Ja. Ze kunnen voorlopig nog vooruit. Ja, inderdaad. We hebben voorlopig nog genoeg. En volgend jaar, wanneer is dan de beurs? Zijn de beurzen? Ja, 4 februari en 28 oktober. Oké, nou, daar kijken we weer naar uit. Ja. Bedankt. Oké, dankjewel.